Een van harte goedenavond en welkom bij deze eerste live uitzending van What's Up hier op ATV kanaal 12.1. Mijn naam is Cheryl van Eer en ik ben er weer om een hele fijne tijd met u te hebben vanavond. U weet het, we waren het al een beetje gewend om elke laatste donderdag van de maand de live uitzending te doen van What's Up. En we willen het, vorig jaar is het een beetje misgegaan met COVID en al dat soort dingen. Dus we willen het nu weer oppakken. We gaan natuurlijk op een veilige manier doen. We gaan proberen de regels natuurlijk in acht te nemen. Maar wij willen u die thuis zit omdat het lockdown is natuurlijk ook op een hele fijne manier bezighouden. Dus ik hoop dat u helemaal excited bent, net zo excited als mij, om deze live uitzending mee te maken. Ik hoop dat u ook ready bent om flink te appen. Ja, want live betekent flink appen. Live betekent prijsjes winnen. Live betekent ook gasten. Maar ik ga nog niet verklappen wie de gast is vanavond. Daarvoor moet u afgestemd blijven. Het is lekker lockdown. Je moet bij je huis zijn. Dus dat wil zeggen dat jij geen reden hebt om niet mee te doen met onze quizvragen vanavond. We hebben weer fantastische prijzen. En we moeten daarvoor ook al onze sponsoren bedanken. Nou, we maken ons ook klaar voor het weekend lockdown. De lockdown. De weekend lockdown. En ik hoop dat je ook alles al hebt ingekocht. En ik hoop dat je ready bent. En ik hoop dat je gewoon ervoor zorgt dat jij je aan de regels houdt. Nou, ik zei het al, we gaan weer appen vanavond. Dat wil zeggen dat jij je telefoon ready moet houden. Ik hoop dat je het appnummer niet bent vergeten. Het appnummer is 8-3-5-1-6-6. Makkelijk nummer, 8-3-5-1-6-6. Sla het alvast op, schrijf je naam op, want je weet het, als je naam er niet bij is en je appt, dan ga ik je over moeten slaan of moeten overslaan, omdat ik dan niet weet van wie de app komt. Dus zorg ervoor dat je dat zeker doet. We gaan deze aflevering leuk maken. We hebben 60 minuten om bezig te zijn met elkaar. We hebben 60 minuten om gewoon te genieten op deze donderdagavond van de live uitzending van What's Up. We zijn zo meteen bij u terug na deze reclamebreak. Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Events, Hoek Mozartstraat, Ferrystraat 84. When looking for a computer for you, with so many different types and prices, the experience can be a bit tricky. It's just a matter of going to the right place. With over 20 years of experience serving our local community, providing you guys with the latest high-quality computers and accessories, at Computronics, you'll discover the difference. Whether it's for your personal use or your large company, Computronics provides you with the largest selection of brand new products. Our friendly and professional staff are excited to answer any questions you may have. And we also offer maintenance and repair services. And did we mention our full online showroom? So check us out online at www.computronics.sr or visit us at our north or south locations. Computronics, discover the difference. Come now, come now, come now.
Je kom of je dromen. TY Beats Productions. Imima. Look up back this day no mima. Emina buy our word game. Asmano war memoro yo mu. Look up back this day no mima. Yeah. Yeah. Meisjes worden gek op mee wars. Zie me over straat, dus ik schreef en ik re-wars. Want van mijn wars kreeg ik dan nog dan een re-ward. Kreeg ik dan nog dan een re-ward. Meisjes worden gek en zijn dol op mee wars. Zie me over straat, dus ik schreef en ik re-wars. Kreeg ik dan nog dan een re-ward. Kreeg ik dan nog dan een reward, nog een dromen. Je moet sabitak, je moet ze komen. Kinderen die worden die blij, want ze zien bakfiets aankomen. Je moet sabitak, je moet ze komen. Kinderen die worden die blij, want ze zien bakfiets aankomen. Nou, wash me serie aan kolo, me kolo. Jolo, big up, Kleba, big up, Adel, Amili, Adaba. Trapa bij Sigrifo, Migi, Para, Mari, Bo, Manitas Benaya. Manitas Benaya. Manitas Benaya. Meisjes worden gek en zijn dol op mee wars. Zie me over straat, dus ik slip en ik re-wars. Want van mijn wars kreeg ik dan nog dan een reward. Kreeg ik dan nog. Is een mine, is PP, bakvies, mobiel, wars, waren en WhatsApp. No dromen, dat is een ook virus. Wow. Wow. Ik vond deze wel echt een goeie. Ja. Nou, de bakfietsman die is vanavond bij ons in de uitzending. Zeker, ik mag hier komen staan sowieso. Ja, 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 wat zo. Hoe gaat het met jou? Het kan beter, maak een moeite. Als je geen moeite maakt, gaat het niet uitzeker gaan. Absoluut, zeker absoluut. Weten. Ik ben blij dat je bent gekomen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond je liedje fantastisch. Sowieso, vanaf ik het wel. Heb gezien op YouTube. Nou, mensen, laat me beginnen te zeggen. Alvast, je kan dat liedje op YouTube zien. Het is... Wat zeg? Hoe heet het ook alweer? PP Bakfiets. PP ja, ik Bakfiets. Heb die fiets heeft zijn eigen Instagram. Zo? Je mag gaan kijken. Ik heb mijn eigen Facebook-page. Facebook-page 44.000 mensen. Die page heeft 2000 mensen wel. Maar ik heb meer dan 4000 foto's, video's gepost. Wat ik gedurende 4 jaar met dit, op na 5 jaar, bezig. Wat ik allemaal heb gedaan met die fiets. Helemaal. Mm-hmm. Toen je er pas was, was het ook echt een hele hype. Want eigenlijk bijna wat ik zeg, je bent de eerste bakfiets die in Suriname... Ja, eerste bakfiets. Ik ben de eerste die daarmee is gekomen. Maar ik zou zeggen, anderen hebben het geprobeerd om het te doen. Maar het is niet gelukt. Hoe moet ik het zeggen? Als je voor iets gemaakt bent, ga je het graag willen doen. Hebben anderen gezegd van, ik wil het ook gaan doen. Maar je kan niet naar McDonald's kijken en zeggen, je gaat ook Big Mac verkopen. McDonald's is Big Mac. Bakfiets is iPhone 7, het staat op mijn rug. Het staat op je rug, inderdaad. Ja. Want we moeten zeker praten over al die spannende namen die je hebt. Maar ik wil toch beginnen. Hoe ben je op het idee gekomen om te beginnen met de bakfiets? Zo. Ik ben al op Tappenbankstel ben ik al geweest. Daar heb ik het al zo'n beetje uitgelegd. Ik ben nu bij ATV. Ik ben in WhatsApp. Dus ga ik het een beetje uitleggen. Voor mezelf ben ik aan militair geweest. Ik ben aan politie geweest. Je zou zeggen, misschien baan. Of iets wat ik nog niet heb gedaan. Ik heb voor alles gedaan. Wow. En op een of andere dag heb ik mijn fiets genomen. En ik heb gezegd, ik ga iets doen wat niemand anders doet. Ik ga woord verkopen. En veel mensen gaan ervan uit dat ik stukjes woord verkoop. Maar ik verkoop geen stokjes. Ik verkoop Apple producten. Oké, je verkoopt Apple producten. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort van... Hoe noem je dat ook alweer? Een onderaannemer van Apple. Sowieso. Als Apple van me hoort in Suriname, gaan ze me aanklagen dat ik iPhone-broden verkoop. Dat je iPhone-broden verkoopt. Ja. Oké, en je hebt toegezegd van nou, ik ga iets doen met mijn fiets. Iets dat nog niemand doet. En toen ben je op het idee gekomen om de bakfiets te starten. Mm-hmm. Je hebt dus eigenlijk... Zoveel mensen hebben dus eigenlijk dit idee gezien. Hebben dus toen ook gezegd van nou, dit is echt een uniek product dat je hebt. En toen heb je gezegd van nou, wij gaan dus ook unieke dingen verkopen. Je hebt gezegd, je verkoopt iPhones. Ja. Vertel me een beetje over die iPhones. Zo, ik zei het al eerder. Als je naar McDonald's gaat, kan je Big Mac kopen. Morgen ga je weer, koop je toch dezelfde. Zo is het bij de bakfiets. Als je vandaag een iPhone 7 koopt, koop je het morgen weer.
Ik heb verschillende producten. Ik heb iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 met 3G. En ik heb ook laptop, ik heb ook powerbank, ik heb ook Nokia Soup. Laten we even duidelijk zijn voor de mensen die kijken. Want straks denken ze dat je echt Apples verkoopt, echt telefoons verkoopt en laptops. Dus leg ze precies uit wat die dingen precies zijn. Dus wat is die iPhone 7? iPhone 6 is een broodje hotdog. Mm-hmm. Dat kreeg gewoon een sausage, zou je zeggen. Net als een hotdog wat je overal kan kopen. En dan heb je die iPhone 7. Dat is eigenlijk mijn product waarvoor ik bekend sta. Wat iedereen keek, iPhone 7. Dat is zo'n broodje met crispy worst, salades erop. En al mijn producten hebben 1 minuut garantie. 1 minuut garantie, 60 seconden, ja? Dus no dromen. Oké, dan gaan we door, want je hebt die spannende, dat vind ik eigenlijk echt heel spannend. Dat is die iPhone 8 met 3G. 3G. Ja, dus die iPhone 8 met 3G, dus dan heb je iPhone 6, is hotdog. iPhone 7 krijg je dan crispy. En dan heb je iPhone 8 met 3G heeft een betekenis. Ik ga het geen naam geven en dan kan je niet vertellen wat het betekent. Dus iPhone 8 is met die 3G is eigenlijk mijn ei. Mijn ei, ik kook hem, dat is gekookt. Ik bak hem, dat is gebakken. En dan barbecue ik hem, dat is gebarbecue. Dat is 3x G. Ja. Helemaal alles, helemaal bedacht. Mm-hmm. Helemaal bedacht. Dus je kan dus verschillende soorten broodjes krijgen. Wat zijn de andere dingen? Want je hebt ook laptop, je hebt ook charger, dus, je hebt ook powerbank. Veel mensen zien me als een worstman. Ik ben eigenlijk geen worstman. Ik ben een artiestende worstman. En er zijn al 1000 worstmannen, dus ik wil niet de worstman zijn die 1001 wordt. Waardoor ik met heel iets anders ben gekomen. En de afstanden die ik met deze fiets afleg, kent iedereen. Maar ik ben helemaal niet naar Nikeri geweest. Wow. Helemaal niet gefietst. Ja, met dat de auto. Snap ik zeker. Maar op zich fiets ik gewoon naar Lelydorp, gewoon binnen 2 uurtjes van de stad uit. Mm-hmm. En ik doe mijn ding gewoon. Geweldig. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat heeft op mij al een heleboel indruk gemaakt. Hoor. Ik hoop dat u ook wel echt onder de indruk bent tot nu toe. Want straks gaat u hem ook nog in actie zien. Dus u moet zeker niet weggaan. U moet afgestemd blijven en kijken naar naar WhatsApp. Ik ga experimenteren. Wat hij allemaal voor ons gaat doen. Ja. Want ik ben echt benieuwd. Zeker weten. Ik ga het fixen. Ik ga sowieso. Ook mijn klanten zijn altijd beleven wat ik allemaal voor ze maken. Dus ik ben zeker dat je daar ook van blij gaat worden. Nou, we gaan dat zo meteen zien. We zijn zo meteen terug met de bakfiets. Zeker. Maar wat wij nu voor u gaan doen is dat we u in de gelegenheid zullen stellen om een prijsje te winnen. En u weet wat u daarvoor moet doen? U moet daarvoor appen. U heeft het nummer opgeslagen in uw telefoon. Het nummer is dus 83x5166. En wat je moet doen, het is een hele makkelijke vraag. Echt een super makkelijke vraag. En je kan, als je deze vraag goed hebt, kan je een gezichtscrème winnen van Miniso. Dus ik zou willen zeggen, let heel goed op. De vraag is, de hoeveelste aflevering van What's Up is deze in 2021? Dus de hoeveelste aflevering van What's Up is deze in 2021? Wie is snel en wie stuurt als eerste het juiste antwoord? Nou, ik zie al mensen sturen. Maar mensen sturen weer een antwoord zonder hun naam. Dus als je je naam niet erbij zet, dan ga ik je moeten, dan ga ik je moeten teleurstellen hoor. Waarom zet je je naam niet bij? Wie? De vraag is niet moeilijk. De vraag is, de hoeveelste aflevering in 2021 is deze? Gewoon de hoeveelste WhatsApp aflevering is het. Als je een naam schrijft erbij, dan kan jij een prijs winnen. Nou, Miguel die heeft het goede antwoord gestuurd. Ja, ik moest een beetje lang wachten hoor, eigenlijk. Maar het is omdat je de enige bent die het juiste antwoord heeft gestuurd. Daarom gaan we je deze keer een brik geven. Nou, Miguel Helston, gefeliciteerd. Het is inderdaad de 4e aflevering in 2021. De eerste live, maar wel de 4e WhatsApp aflevering. Van harte gefeliciteerd. Jij hebt dus zo'n gezichtscrème van Miniso gewonnen. Nou, er zijn nog een aantal dingen die we in deze aflevering zullen doen. Want je weet, het WhatsApp staat bekend om jou eigenlijk een beetje te vertellen wat je allemaal kan doen in het weekend, waar je allemaal naartoe kan gaan. Nu met lockdown is het allemaal een beetje anders, want een heleboel plekken waar je naartoe kan gaan om uit te gaan, om te eten, om te chillen, die zijn nu gesloten. We moeten natuurlijk rekening houden met de maatregelen. We moeten ervoor zorgen dat we veilig zijn. Maar
Ik moet wel erbij vermelden dat er nog steeds plekken zijn waar jij kan gaan om take-out te nemen of die voor jou leveren. Zo ben ik vorige week ook naar een nieuwe plek gegaan. Ik kende ze niet en zij staan op het Paramoroplein. Die heb ik goed gezegd, toch? Paramoroplein. En dat is dus Chapas Grill. Je mag even gaan kijken naar wat Chapas Grill allemaal te bieden heeft. En vandaag ga ik praten met Dylan van Chapas Grill, die me een beetje meer gaat vertellen wat en wie Chapas Grill allemaal is. Dylan, dankjewel dat we bij je mochten komen. Vertel ons een beetje over Chapas Grill. Nou, goedemiddag iedereen. Chapas is een jong bedrijf, een jong restaurant. We zijn 9 augustus geopend, vorig jaar. En tot nu toe doen we het heel aardig. En dat is wel beter van Chapas. Chapas Grill, jullie zijn dus nu ongeveer al, ik denk, bijna 4-5 maanden open. Hoe gaat het tot nu toe? Wat verkopen jullie allemaal bij Chapas Grill? Laten we daar niet. Bij Chapas, hier kan je voor je burgers komen. Overheerlijke burgers hebben we. We hebben steak, we hebben pasta's, we hebben chicken wings. Iedereen gaat zo lopen voor onze chicken wings. En dat hebben we zo een beetje. Maar ik hoor het menu dat jullie hebben, is eigenlijk een beetje het menu dat ik overal kan vinden. Waarom zou ik naar Chapas moeten komen? Wat maakt het eten van Chapas zo apart? Nou, wij maken ons eten met 100% liefde. Dat is één. Daarom kan je bij ons zijn, omdat we ons eten met 100% liefde maken. En kom het gewoon ervaren, zou ik zeggen. Ik heb begrepen dat jij zelf het chef bent, dat is dat je zelf in de keuken staat. Wanneer je zo bezig bent te koken, wat is die liefde die je allemaal erin zet? Nou, bij mij is het gewoon vibe van het muziek. En wachten op mijn klanten zodat ik alles voor ze kan maken. Oké, jij hebt gesproken over die liefde. En ik vroeg je zo net wat die liefde allemaal is. Maar waarin zet je extra liefde? Dus waarvoor zou ik speciaal naar Chapas Grill moeten komen? Waarvan zeg je van, hé, dit is bij ons het lekkerste in Suriname? Onze burgers, dat is één. En twee, onze chicken wings. Chicken wings, de burgers, wat maakt het zo apart? Die liefde. Oké, die liefde. Nou, als de mensen hier willen komen bij Chapas Grill, ik heb al gezegd, jullie staan op het Paramoroplein. Hoe laat zijn jullie open? Welke dagen zijn jullie open? En hoe kunnen de mensen jullie bereiken? We zijn van maandag tot zondag open, dinsdag gesloten. En nu gaan we tegen 1 uur open, vanwege hoe de situatie in het land is. En dat zo een beetje. En als de mensen willen bestellen, is er een nummer waarop ze kunnen bellen? Zijn jullie op Facebook? We zijn op Facebook en ons contactnummer 75x40. Helemaal goed. En wat is de naam van jullie op Facebook? Gewoon Chapas Grill. Kunnen de mensen ook op Facebook bestellen? Nee, geliever bellen, ja. Dus liever bellen. Nou, dankjewel. Je mag de mensen uitnodigen om te komen naar Chapas Grill. Nou mensen, komen jullie allemaal naar Chapas Grill. Paramoroplein. We zijn vanaf 1 uur hier. En kom onze burgers en super overheerlijke chicken wings bestellen. Voor de mensen die alcohol op hun tong willen, zou ik zeggen, kom gewoon onze Chapas cocktails halen. Overheerlijk zijn die ook. Proeven even als die burgers. Dus ik zou zeggen, kom gewoon. I know you root for you, go underground. Ya basi ye, is it one? Ya basi ba, it's me. I dish a feed, I don't smoke any. Say a drink, is it one? A cracker, and a platter. I dish a mood ring, so sweet. You the ring, young and old, all the young. The sun is in the ring, I hear you. Is it one? Is it one?
El Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. En ik moet even verklappen hoor. Ik hoor wat ik het mag zeggen. Het ruikt zo lekker hier in de studio. Jawel, want de bakfietsman is bezig te bakken. Zometeen gaat u wat meer zien daarover. U gaat meer horen. U gaat zien hoe dat allemaal eraan toe gaat. Maar we hebben nog eerst tijd voor een quizvraag. En u heeft zo net gekeken, neem ik aan, naar het item van Chapas Grill. En de vraag gaat ook over Chapas Grill. Heel makkelijke vraag. Hoe heet het pleintje waar Chapas Grill staat? Hoe heet het plein waar Chapas Grill staat? Dat is heel makkelijk, ze hebben het gezegd. En ja, als jij het juiste antwoord kent, dan mag je dat dus appen naar het nummer 83x5166. En de mensen die zijn sneller. En Gavier, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Gavier, jij bent de eerste die het goede antwoord heeft gestuurd. Gefeliciteerd, het is inderdaad het Paramoroplein. Dat is dus daar bij Wakapassi in de buurt. Hè. Ik heb begrepen, want ze hebben me verteld, het is niet hetzelfde als Wakapassi. Hè. Het zijn twee verschillende dingen. Dus die mensen die bij Paramoroplein staan, zeggen nee, we staan niet bij Wakapassi, we staan bij Paramoroplein. En grappig. Maar gefeliciteerd, Gavier. En ik moet erbij vermelden wat jij hebt gewonnen. Want jij hebt dus gewonnen een waardebon van Watches and More. Gefeliciteerd. Er wordt nog contact met je opgenomen. Nou, in deze tijd, ik heb het al gezegd. De situatie is niet een situatie waar iedereen om zit te springen en waar iedereen er echt super blij mee is. We hebben lockdown elke avond om 7 uur. Dit hele weekend is lockdown. Dat wil zeggen dat je van vrijdag tot maandag gewoon bij je huis bent. Maar ja, het is nou eenmaal zo en we moeten ons aan de regels houden. Want anders, ja, dan gaat het een beetje mis. En als je kijkt wat er gebeurt in de wereld, dan zie je dat echt de hele wereld last heeft van die pandemie. Dat de hele wereld in brand staat, om het zo te zeggen. Nou, daar hebben Ja Prince en Lord Fenda ook over gezongen. En die hebben dus het nummertje De Wereld Staat in Brand uitgebracht. Ik heb even met ze mogen praten hierover. En ze hebben dus verteld wat hun zienswijze is over de situatie, maar ook wat ze beogen met het nummer. Kijk maar even mee. Nou, er gebeurt zoveel in onze wereld, zoveel in ons land. Als dat nou is met de COVID, de coronapandemie, als dat nou is met de democratie, als dat nou gaat om de economische situatie. Nou, eigenlijk kan je een beetje zeggen dat de wereld in brand staat. En deze twee heren hebben we eerder gesproken en ze hebben gezegd dat ze een heel mooi nummer bezig waren te schrijven, bezig waren op te nemen. En dat nummer gaat dus ook over deze brand in de wereld. Ik wil u aan ze voorstellen, of ik wil ze aan u voorstellen. Het zijn niemand minder dan Ja Prince en Lord Fenda. Heren, welkom erbij. Welkom, groeten, tot de lobby. Alles goed de lobby. Met jullie? Ja hoor. Het kan beter, met Gods wil. Precies. Ja, want we gaan praten over het nummer dat jullie niet zo lang terug hebben uitgebracht. Het is inmiddels al vorig jaar, de tijd gaat snel. Maar we willen praten over het nummer De Wereld Staat in Brand. En ja, jullie zijn daar in Nederland. Nederland staat echt letterlijk in brand als ik de nieuwsberichten volg. Letterlijk in brand. Ik wil even bij jullie twee beginnen en ik wil even weten wat de inspiratie is geweest dat jullie samen hebben gewerkt. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Dat is overal Lord Fenda. Ja, die samenwerking is in stand gekomen omdat ik een collega artiest kwam tegen. Ik kende zijn liedjes al en ik kende hem als een legend. Dus ik heb samen met een andere collega, producer van me, heb ik een rhythm in elkaar gezet, de Rise of Granang rhythm. Dat was speciaal voor een, zeg maar, met het oog op
sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Mm-hmm. Ik wilde ik Surinamers schudden. Weet je, ik had Ja Prince op het oog, omdat hij zingt altijd van die educatieve liedjes, weet je, met een boodschap. En door een andere collega kwam ik hem tegen en toen hij die rhythm hoorde, heeft hij een van de mooiste liedjes erop getroffen. Oppo Afragahi. En daarna, ja, parolen, samenwerken. Ja, ja, inderdaad. Opa Fraga, hey, was ook hier bij ATV een hit. We hebben het een aantal keer gedraaid. Het was een heel tof nummer. En toen we spraken over Opa Fraga, hey, toen kwam dus ook weer even aan de orde dat jullie dit nummer zouden uitbrengen. Of tenminste, zouden, samen zouden doen. En Ja Prince was helemaal excited om me te vertellen over dit nummer. De wereld staat in brand. Nou, Ja Prince, vertel me een beetje over het nummer. Hoe jullie dus eigenlijk hierop zijn gekomen. Oké, okay, voor jou wil ik zeggen, zoals nogmaals, ik groet de hele samenleving, al de fans over de gehele wereld. En in het bijzonder groet ik jou ook en de hele team van ATV daar. Hoe het verstand, ja, kijk, dit nummer, hè, en, ja, het is een gevoel geweest. Het is een gevoel geweest. Lord Venda is, heeft het nummer geschreven. Hij kwam naar me toe en hij zei tegen mij: hey Prins, ik heb iets. En luister maar. Toen ik het gehoord heb, dacht ik van, wauw, dit moet ik iets opdroppen waarvan de hele wereld tot misschien tot onze dood erover zullen praten. Dus daarom dit nummer, de wereld staat in brand. Nou, ik ben blij dat ik jullie toch even heb mogen spreken over dit nummer. We gaan natuurlijk de clip ook even laten zien. Maar tot slot, hebben jullie nog een boodschap voor eigenlijk niet alleen de Surinaamse samenleving, maar voor de hele wereld? Voor de hele wereld. Ja, je hebt een vraag net gesteld. Wat is onze tweede, of komt er een deel 2 van de wereld staat in brand? En er komt eigenlijk een deel 2 en een deel 3. Maar we brengen een heel ander soort setting in een topic. De wereld staat in brand. Heb je die jugu-jugu, en we zussen. En dan willen we die zegen en die blessing sturen naar iedereen. En dat wordt onze tweede nummer. En onze derde nummer wordt dan Soso Lobby. Dus ik zeg het eigenlijk al, we zijn als je naar Blessie, met alleen maar lobby. Dat is kort gezegd wat ik aan de wereld mede te delen heb. Zegen, blessing en lobby. Wat ik nog te delen heb met de wereld, is dat ik tegen de mensen wil zeggen, word bewust van alle keuzes die je maakt. Leef in liefde met je medemens. Denk goed voordat je stappen onderneemt. En hoe lobo schreef je, hoe respect hoe schreef je, hoe goed schreef a waran brasa sa stranaman, hoe praat lang aden schreef, hoe liongo, adik na wan, hoe noem je makander na wan schreef, kisa gronta po verander na wan verander, en sa no wans manu be praktieri, be sa kom. Ma adoro, mek uno panik, en mek uno de tumsi negatief to, mek uno hora positiviteit in uno. Geweldige woorden waren dat. Echt geweldige, hartverwarmende woorden. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, maar ook dank jullie wel voor de pokoe die jullie hebben uitgebracht om de mensen wat bewuster te maken. We kijken uit naar natuurlijk deel 2 en deel 3. Ook voor jullie sturen we alleen maar blessie en segi. Ook voor jullie sturen we Soso Lobby. Gaan jullie zo door en we kijken uit. Volgende keer praten we weer, hè? Ja, zeker. Je weet het, we hadden het gezegd dat jij de eerste zou zijn die dit als een warme bakker brood zou kunnen hebben. Zeker, jullie hebben je aan je woord gehouden. Thank you, hey, bless you. Ja, blessing en zegeningen. Blessing en zegeningen. Thank you. Yes. De wereld staat in brand. Zoveel dingen lopen uit de hand in het binnen- en buitenland. De wereld gaat tekeer, ja de wereld staat in brand. Ze pikken dit niet meer, daarom loopt het uit de hand. De wereld gaat tekeer, ja de wereld staat in brand. Wise up en fight up, blaze die fireflam. De wereld gaat tekeer, ja de wereld staat in brand. Ze zeggen vaccineer, maar ze vallen door de mand. De wereld gaat tekeer, ja de wereld staat in brand. Wise up en fight up, blaze die fireflam.
De hele wereld staat in brand. Mensen protesteren want het loopt nu uit de hand. Elke dag weer een probleem, weer een dode in de krant. Vijf agenten tegen één, weer een dode arrestant. Corona om ons heen, weer een dode in het land. Is het echt of is het fake? Vraag je af, wat is hun plan? We blijven op de been, solidair en militant. Propaganda van Bill Gates, maar ze vallen door de mand. Nee, ik wil geen vaccinatie, commerciële medicatie. Populatie, dominatie, politiek manipulatie. Demonstraties in de natie, van ja, bon discriminatie. Wijs op en ver voor democratie. De wereld gaat verkeer, ja de wereld staat in brand. Ze pikken dit niet meer, daarom loopt het uit de hand. De wereld gaat verkeer, ja de wereld staat in brand. Wijs op en fight op, blijf die vijaflam. De wereld gaat verkeer, ja de wereld staat in brand. Ze zeggen vaccineer, maar ze vallen door de mand. De wereld gaat verkeer, ja de wereld staat in brand. Wijs op en fight op, blijf die vijaflam. En dat was dus Ja Prince en Lord Fenda. En zij hebben dus gesproken over het nummer dat ze hebben uitgebracht. De wereld staat in brand. Nou, eigenlijk met het nummer, zoals u heeft gehoord, willen ze dus mensen een beetje ervan bewust maken dat we letten op wat we doen. Want het gaat echt niet goed in die wereld. Maar alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de situatie verandert. Dus de boodschap is eigenlijk duidelijk. Zorg ervoor dat je natuurlijk je aan de maatregelen houdt, je aan de regels houdt. En dat je ook ervoor zorgt dat je je weerstand een beetje opboost, zodat je niet zo makkelijk ziek kan worden. En ja, zorg ervoor dat je er gewoon voor elkaar bent. Dat hebben ze ook gezegd. Want er zijn veel mensen die alleen zijn, die eenzaam zijn. Maar als je eventjes een appje stuurt, een telefoontje of zo, dan kan je de dag maken van deze mensen. We hebben nog meer prijsjes die we willen weggeven. En misschien is het goed dat ik eventjes een prijsvraag doe over de clip die we net hebben gezien. Of tenminste, ja, niet de clip, de mensen die in de clip waren. Je moet het juiste antwoord appen naar het nummer 835166. En ik hoop dat je ready bent. Je kan winnen, als je deze vraag goed hebt, kan je winnen een pakket van Rubim Supermarket. Laat me het goed uitspreken. Rubim Supermarket. Die staan dus aan de Kowatsaweg. En de vraag is, ik denk dat de mensen die vaak naar WhatsApp kijken, de mensen die vaak naar ATV kijken, die moeten het antwoord op deze vraag kennen. Moeten het antwoord kennen. Hoe heet het laatste nummer dat Ja Prince uitbracht voor dat hij deze song uitbracht? Dus voor De Wereld Staat in Brand. Hoe heet het laatste nummer dat Ja Prince uitbracht voor dit nummer, voor De Wereld Staat in Brand? Wie weet dat? Zijn er misschien fans van Ja Prince? Nou, ik moet je vertellen dat dat nummer ook echt heel lang heeft gedraaid hier op ATV. Het stond op nummer 1 op onze hitlijst. Ik zie dat iemand het hier probeert. Nancy, je bent warm. Het is niet de juiste titel. Het is niet de juiste titel. Dus misschien moet je eventjes opzoeken. Je bent wel warm. Je bent wel echt warm. Het is geen hossel. Nee, het is geen hossel. Het is een andere. Nancy, die is echt warm. Maar ze heeft niet het juiste antwoord gestuurd. We willen de titel hebben. Oh, ik zie hier wel iemand die het juiste antwoord heeft gestuurd. De titel van het laatste nummer dat Ja Prince heeft uitgebracht is Oppo Afraga Hey. Ja. Oppo Afraga Hey. En dan zie je hem dus ook echt staan met die Surinaamse vlag. Daar waar hij iedereen bij elkaar roept om Suriname hoog in het vaandel te houden. En dat heeft Cedo gestuurd, het juiste antwoord. Cedo, inderdaad is het Oppo Afraga Hey. Gefeliciteerd. Jij hebt dus zo'n pakket gewonnen van Rubim Supermarket. Nou, we hebben natuurlijk ook gasten hier, of tenminste een gast in de studio. En dat is de bakfietsman. En ik ben zo excited om weer te gaan praten met hem. Die geur hier is, oh, het geeft je alleen maar honger. Laat me het zo zeggen. En ik moet even aan je vragen. Je bent druk bezig. Ja, ja. We spraken zo net over die producten die je aan het verkopen bent. Mm-hmm. Die iPhones en die laptops. En de mensen die willen toch wel een beetje meer weten wat het allemaal inhoudt. Waarom heb je dus eigenlijk deze naam? Want je hebt het ook gezegd eerder. Al die namen hebben betekenis. Ja. En je hebt ze zodanig gemaakt. Zo net heb je een beetje uitgelegd hoe ze, ja. Dus vertel me een beetje meer over die naam en de producten die je verkoopt. Oké, hoor. Ik ga beginnen bij iPhone 6. iPhone 6 is dan broodje hotdog.
Broertje Hodo kan je overal vinden, zou ik zeggen. Net als de iPhone ja. 6. Ja, dat is de iPhone 6, ben mee. Yeah. Maar ja, iPhone 7 is eigenlijk mijn product. Het product dat ik waarvoor ik bekend sta. Ik ben tot in de krant daarmee gekomen. Niemand op de bank stil, iedereen kent me. iPhone 7 is mijn product. Dat is met een crispy. Dat is met crispy wars. En dan heb je ook iPhone 8. iPhone 8, dus elk broodje krijgt iets, zou je zeggen. Ik begin bij iPhone 6 hotdog, iPhone 7 krijgt dat vlees, dus steeds komt er iets bij op dat broodje. Niet dat het wegvalt. En dan heb je iPhone 8 met 3G. Ja, die 3G heeft dan ook een betekenis. Het is dan mijn ei. Ik kook hem eerst, is gekookt. Ik bak hem, gebakken. Ik kon niet met mijn barbecue zitten in de studio komen en dat zou ik gebarbecued zijn. iPhone 8 met 3G. Ja, je hebt ook laptop, je hebt ook iPad. En wat is dat? Die laptop is eigenlijk gewoon is eigenlijk frietjes met die stukjes vleeswars erop. Komt hij net een shawarma model. Mm. En dan heb je iPad. iPad zou je zeggen is een Wally's burger zoals iedereen het kent. Maar het is gewoon het broodje iPhone 7 met patat erop. Eronder dan. En alles met 1 minuut garantie. Alles met 1 minuut garantie. Nou, ja, zeker weten. Geweldig, geweldig. Maar ik heb begrepen dat je nog veel meer dingen hebt. Niet alleen worst, niet alleen de broodjes. Mm-hmm. Dus wat het eigenlijk is, dit is de bakfiets. Mm-hmm. Hier wordt alles gebakken. Mm-hmm. En dan heb je iPhone 6 en iPhone 7. En dan ben ik bezig met die tweede fiets. Het is er al, maar eigenlijk de planning voor die tweede fiets is dan de drankfiets. En daar heb je geheugenkaarten en simkaarten. Stroop en sap, wat ik zelf mee bezig ben. Maar dan heb je je hebt ook powerbank. Powerbank is een, laat zeggen, meest aangevraagde bestseller, zou ik zeggen. Omdat misschien niet iedereen een broodje. Ik verkoop brood door de dag heen. Bij mij wordt brood niet verkocht als morgens en 's middags. Ik ga 7 uur al op straat en ik kom 7 uur weer thuis. Ik ben landelijk geweest. Er is geen enkel buurt waar ik nog niet ben geweest. Maar we houden het op die powerbank. Ik heb iemand eens gehad op me die me heeft gevraagd van een powerbank. Wat betekent powerbank? En toen ben ik mezelf gaan uitwerken en gaan realiseren, gaan denken van dat ik een goed antwoord voor moet hebben. En als ik zeg, eigenlijk mijn powerbank is mijn vleeswars aan een saté stokje en dan op mijn barbecue zet gekwast. Powerbank, voel je je zwak? Laat ik je op. Dat is mijn charge. Jawel. Ja. Wil je gecharged worden, wil je opgeladen worden, dan moet je dus de powerbank van de bakfietsman hebben. Zeker. En je hebt gezegd dat je overal naartoe gaat. Dus in alle buurten. Ja. Maar hoe weten de mensen waar je bent? Ze moeten gewoon naar je uitkijken of zet je ergens op social media of whatever waar je dus te vinden bent? Ik ben wel op Facebook bekend. Ik ben er anders op gaan werken, van qua mijn verkoop. Online is een beetje te traag voor me, ik ga naar de plekken moeten gaan. Ik ben nu op Noord, ik ben ergens geen enkel buurt waar ik nog niet ben geweest. Maar wat ik zou zeggen, is iets waarop als je het ervan houdt, moet je het kunnen doen. Je gaat het niet zomaar op een of andere dag zeggen dat je op iets gaat nemen en je gaat rijden wordt verkopen. Dus ik doe het gepaard met mijn bekendheid van wat ik allemaal heb gedaan. Oké, je zei je bent op Noord, waar van Noord precies? Ik sta momenteel gewoon aan de Bonnistraat. Is waar ik aankom, daar ga ik. Oké. Waar hij aankomt, daar gaat hij. Mm-hmm. Nou, en ik wil weten wat je allemaal voor ons hebt hier. Die crispy worst ziet er zo lekker uit en het ruikt ook zo heerlijk. Sowieso. Daarom zit ik 1 minuut garantie. 1 minuut garantie. Ja, sowieso. Ik vind die 1 minuut garantie echt leuk. Ik maak die broeden. Ja, dus ik maak die broeden en ik maak er nu echt gebruik van de mensen van. Ik ben Fernandez Agentura. Ik ben bezig. Ik rijd al 4 jaar met hun naam, dus ik ben al een tijdje bezig en ik moet echt met een businessplan gaan komen. Waarbij ik zeg bakfiets, alles wordt gebakken, iPhone 6. En dan heb je de drankfiets, heb je de fruitfiets, heb je de ijsfiets. Ja, en in deze tijd is het heel moeilijk om te zeggen dat ik iemand achter mijn fiets ga zetten voor de winkel en zeg verkoop brood. Ik geef hem een pak brood en een pak sausage en ik zeg verkoop voor me. Wanneer ik wegga, heeft hij misschien 40 verkocht, zo gezegd. Waardoor ik zeg, om iemand in dienst te kunnen nemen, kom ik met de bakfiets, drankfiets. Fruitfiets. Ja. Bakfiets, drankfiets, fruitfiets. Ja. Nou, dus dat wil zeggen dat we nog veel meer fietsen zullen zien. Zeker weten. Maar nu wil ik andere dingen zien. Nu wil je andere dingen natuurlijk, zien. Natuurlijk, nu wil ik andere dingen zien. Je hebt zo'n... je bent helemaal opgewarmd. Ik ga direct. Dus vertel me, wat ga je precies doen? Hij gaat het voor ons helemaal uitwerken.
Zeker. Dus dat brood komt. Wat ga je voor me maken? Een iPhone 7. Een iPhone 7. Ik kan het tot een plus maken als je wil. En wat houdt die plus in? Die plus is eigenlijk dan een topping die erbij komt. Oké. Okay. En die topping daar is een macaroni kaassalade. Macaroni en kaassalade. Nou, ja. Ik ben Jacco hoor. Ik vind het echt geweldig. Ik doe het al 4 jaar. Ik ben op naar mijn 5e jaar nu. December. En wat is je ervaring eigenlijk met die fiets? Wanneer mensen je zien aankomen, wat is je reactie? Kijk, het gaat gepaard met wat ik allemaal heb gedaan. Wat ik heb gedaan in mijn verleden. Ik ben politie geweest, ik ben militair geweest. Ik heb met Damaru, ik heb films met Damaru, ik ging overal met Damaru. Dus veel mensen kennen me en daarvan maak ik gebruik door. Voor wat ik doe, dat ik toch nog iets te verdienen heb. Dat ik, klopt. Is het. Vooral in deze tijd moet je creatief zijn. Zeker weet, als je niet creatief bent, dan raak je achter zo. Zeker. Nou, en dan gaat de crispy worst erin. Ja, lekker dat warm is in een dus broodje. Die, in dat brood. Mm-hmm. En, daar komt de macaroni. Maak je die macaroni ook zelf? Ja, de macaroni koop ik op. Oh, oké. Okay. Dus ik heb zodanig aan iets gewerkt. Dat ik alleen worst nodig heb en dan ga ik van Nikeri, albina naar Nikeri. Heb ik alleen misschien worst nodig. Alles wat ik daarnaast gebruik, vind ik in de winkel en daar hou ik ervan wat ik heb zitten creëren. Geweldig, geweldig. Oké, en dan gaat de macaroni erbij. Moet nog een beetje handig worden hierop. Ja? Het is een nieuwe topping dat bij is gekomen en wat veel gevraagd wordt door de klanten. Waar dat ik is macaroni, hè? Ja. Oké. Okay. En dus dit met die macaroni is die plus? Met die macaroni is het die plus, ja. Oké, okay, awesome. Geweldig. Geweldig. Mm. En wat voor sausjes heb je? Ik heb ketchup en ik gebruik PPS. Dit is PPS. Wat is PPS? PPS is parkeer pemiwani saus. Ik ben geparkeerd waar ik wil nu. Ja. En serieus. Hoe serieus? Hij is echt serieus. Serieus, ik ben een eerste uur toen ik bezig was met dingen, was volgens mij 2017. En daar kwam een meneer zo. Ik sta echt op de hoek waar in een bocht stond. En die man kwam van, hey, pura bij Sigiri. Ik heb hem direct gezegd van, hey, lauw, weet je hoe mijn saus heet? Parkeer bij mij niet saus. Hij is direct doorgereden. Ja, dat is hoe ik ben. Ja, toch. Oké, spannend. Parkeer Pemiwani saus, PPS. Ik moet zeggen dat die burger ziet er wel. Dat broodje. Ja. Hoe heftig uit hoor. Heel heftig. Heel heftig. Ik ben bang. Hoe ga ik dit eten? Oké. Maar dit is dus de iPhone 7 en dit is natuurlijk een van de bekendste. Het product waarvoor ik bekend voor sta. Oké, geweldig. Ja. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel. Yes. Oeh, heerlijk. Nou. Dan mag je proeven. Ik ga die 1 minuut garantie wel nog niet inzetten. Zolang je eerste hap neemt, gaat die garantie in. Dus je hebt begrepen, bij de eerste hap gaat de 1 minuut garantie in. En je timed ook nog? Ja, ik probeer te timen. Je telt. Ja. Nou, hij ziet er in ieder geval wel heerlijk uit. Het ruikt ook echt lekker. En ik denk, als ik het zo heb geroken, kan het zeker niet mis zijn. Lukt het daar? Jawel. Zeker weten. Heerlijk. Als de mensen je misschien willen inhuren voor, een feestje, een evenement of zo. Je hebt gezegd, je was bij Fernandes. Hoe kan dat? Mijn grootste feestje wat ik eigenlijk heb gedaan, voor mezelf, ik alleen, is 150 broden. Ik alleen. Daarnaast ben ik ook op Fernandes Family Day geweest op Cola Creek 2018. Heb ik 1200 hotdogs voor ze daar gemaakt en ze waren dik tevreden. Eigenlijk was het dan in opkomst voor vorig jaar dat ik weer zou gaan en weer misschien meer broden zou maken dan wat ik eerder heb gemaakt. En toen kwam COVID. Dus dat ging helemaal niet door. Waardoor ik probeer te blijven doen wat ik elke dag doe. En dat is al 4 op naar 5 jaar. Vroeg opstaan, 7 uur. Je vroeg me of ik het op Facebook zet. Dat leek een beetje traag voor mij. Het leek een beetje traag voor mij om te melden van waar ik naartoe moet gaan. Dus neem ik gewoon mijn fiets, is waar ik aankom. En iedereen kent me. Nodroma, dat is een O-virus. Hey! Ja.
sorry, vergeef me. Ja. Het is echt lekker. En nu is het bijna over mijn hele gezicht. Dankjewel. Ik moet niet van je jakken. Voor het eerst eet ik broodje. iPhone 7. iPhone 7 Plus. Plus. Want die Plus vind ik eigenlijk zo spannend. Ja. Die macaroni is echt lekkerder op. Dankjewel. Daarvoor is er 1 minuut garantie. Ik weet wat ik maak. En dit doe ik al 4 jaar, is wat ik heb gezegd. Maar is dat wat houdt die garantie eigenlijk in dan? Ja, die garantie geeft je een zeker sterker gevoel dan wanneer je het gaat eten. Alsof je, of het niet lekker gaat zijn. Omdat ik er zeker van ben dat het lekker gaat zijn, geef ik je maar één. Dus als het niet lekker is, dan mag ik me binnen die 1 minuut mag ik het terugsturen? Mag je het terugsturen, ja. Die 1 minuut is wel al voorbij. Maar je bent echt zeker, die 1 minuut is al voorbij. Maar ik moet niet jakken hoor, je bent wel echt zeker van je zaak. Want het is wel echt lekker. Ik heb nog nooit brood met worst gegeten en macaroni erbij. Alleen bij Bakfiets. Alleen bij Bakfiets. Ja, nou, sowieso. Ik ben onder de indruk. Mm-hmm. Terwijl ik kou, mag je de mensen vertellen hoe ze je kunnen bereiken. Dus via je Instapage, via Facebook, wat de namen zijn, je telefoonnummer. Uh-huh. Mag je dus aan de mensen vertellen. En je mag ze natuurlijk ook zeggen waar je allemaal bent, waar ze kunnen komen zien, waar ze naar je kunnen komen om iPhone 7 te kopen. Ik ben landelijk bekend. Is waar ik aankom, daar ga ik. Maar als je toch nog behoefte hebt om me te bellen, want laat zeggen nu vanaf 20 broden kom ik tot aan huis van waar jij bent. Op afstemming van hoe ik naar daar kom. Dus ik ben nu bereikbaar op een ander nummer. Misschien wil je mee bereiken om voor feestjes. Dat is 862-0244. 862-0... Ja toch? 244. Ik kwam even in de war omdat het een nieuw nummer is. Eigenlijk staat mijn nummer op de fiets. Maar ik had aan een nieuw nummer moeten werken. Yeah. Maar ik zou direct zeggen, om niet te chatten, maar als je lang je me ziet, kan je me wenken, want ik ben overal, ik ga overal. Je gaat overal. Op Facebook kunnen ze je ook bereiken? Ja, via Facebook, mijn page 44.000 mensen. Je kan gewoon een bericht sturen en dan wordt er gereageerd, sowieso. Geweldig. En op Instagram? Instagram, sowieso ook demo. En berichten kreeg ik ook daar. Maar als je echt wil weten wat ik verkoop en wat ik gedurende deze 4 jaar op na 5 jaar heb zitten doen met deze fiets, kan je op je Instagram checken. Ik heb meer dan 4000 foto's en video's daar. Wat is de naam van je Instagram? PP Bakfiets Mobiele Worstwaren. PP Bakfiets Mobiele Worstwaren. Ja, staat erop. Ja. Je komen of je... Je dromen. Niet dromen, dan zijn er ook virus. Ja. Ja, man. Niet dromen, dan zijn er ook virus. Nou, ik vind het fantastisch dat je bent geweest in de studio. Hoor. Ja. Echt, ik moet niet jokken. Ik geniet nog na, maar ja... Weet je, ik moet die mensen ook eventjes wat geven, dus ik kan niet constant eten. Want ik weet 100% zeker dat ze ook weer een quizvraag willen. Dus ik denk, laten we dat even doen. We gaan eventjes een quizvraag doen. En we doen een quizvraag over de bakfiets natuurlijk. Het kan niet anders. Wat je dus kan winnen als jij dus deze vraag goed hebt beantwoord, dan jij dus ook zo een iPhone 7 Plus. Ja. Wij gaan je dan precies zeggen waar en wanneer je die kan ophalen bij de bakfietsman. Nou, ik mag toch zeggen de bakfietsman. Ja, geen probleem. Dat is waar ik ook bekend om sta. Ik vind dat echt grappig. Nou, wat je moet doen is dat je antwoord moet geven op de volgende vraag. Waarvoor staan de 3G's bij broodje iPhone 3G? Hé, je hebt het gezegd, hè? Jawel. Waarvoor staan die 3G's bij broodje iPhone 8 3G? Ja. Hij heeft het gezegd. Dus wie heeft het juiste antwoord? Hij heeft precies gezegd waarvoor die 3G's zijn. 3 dingen. 3G bij iPhone 8. Ik zie de mensen typen. Laat me kijken als ze goed hebben geluisterd. Okay. Want je hebt het wel goed uitgelegd, toch? Ik zie dat iemand hier... Ja, iemand heeft hier het juiste antwoord gestuurd, hoor. Kimberly heeft gezegd... gekookt, gebakken en gebarbecued ei. Goed zo. Goed zo, Kimberly. Ja. Goed zo. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Gefeliciteerd. Jij hebt dus zo een broodje weggegeven. Ik zie dat de mensen wakker zijn. Want ze appen... Ze zijn bezig. Kunnen we nog een prijsje weggeven? Geen probleem. Wat kunnen we weggeven?
Ik kan zetten tweemaal powerbank. Tweemaal powerbank. Ja, wat was die powerbank ook alweer? Wat zei je? Wat was die powerbank ook alweer? Powerbank is mijn vleeswors, gebakken. En een satéstok op mijn barbecue set, gekwast. Gekwast. Powerbank. Voel je je zwak, laat ik je op. Voel je je zwak, dan word je opgeladen door de bakfietsman. Yes. Dus, ik wil zeggen, alle zwakke mensen, hou je telefoon ready. Want we gaan nog een vraag doen. En ik wil die vraag eigenlijk hebben over die iPad van je. Ja, die iPad. Die iPad. Hij heeft uitgelegd wat er precies zit, of tenminste wat die iPad is. Wie weet dat nog? iPad heeft het uitgelegd, hè? Wat er precies in zit. Je hebt het gezegd. Niet zo een, makkelijk. Het is makkelijk. Je moet kijken, je moet onthouden. Je moet onthouden? Ja. Laat maar kijken als die mensen hebben onthouden. Ik vond die toch wel een leuke. Een collega van mij heeft gezegd, dit toe iPad Makandra. Ja. iPad. iPad. Nou, ik zie hier. Houd in dat er patat en crispy worst in zit. Dat is het niet. Iemand zegt drie burgers op elkaar, dat is het ook niet. Maar ik zie wel een andere en die persoon zegt een burger met patat. En burger, het leek op een burger, maar het heeft ook een naam. Het heeft ook een naam. Dus als die persoon de naam van die burger of van dat broodje kan aangeven, plus de dan heb je het gewonnen. Want dat broodje heeft een naam. Het is geen hotdog, maar het is een... Is een apple product. Is een apple product, ja. Maar ze zijn nog niet ready, boy. Ik zie hotdog met patat, broodje met patat. En hier is het, een iPhone 7 met patat. Ja, goed zo. Ja. Goed zo, Rianto. Jij hebt het juiste antwoord gestuurd. Rianto, gefeliciteerd. Jij hebt dus twee... Tweemaal powerbank. Powerbank. Als je je zwak voelt, dan word je gecharged door de bakfietsman. gefeliciteerd. Nou, ik moet de bakfietsman van, het is DP, toch? PP. PP Bakfiets Mobiele Worstwaren. Van harte bedanken dat je bent gekomen in de studio. Zeker weten. Ik hoop dat we je gauw weer kunnen zien. Ik hoop dat je af en toe hier langs rijdt. Om, ja, zeker weten. Even bij ons stopt, zodat we ook kunnen genieten van je worstwaren. Yes, sowieso. Ik wil je heel veel succes toewensen. Mm-hmm. En we zien je, want je zegt het al. Ja. Je bent overal. Ik ben een nomad. Ik ga overal. Dus een op andere dag kan ik weer hier aankomen. En dan kan ik zeker weer nog met meer producten komen. Dat moet zijn het Apple product. Geweldig. We kijken ook uit naar de drankfiets en de fruitfiets. Zeker weten. Fernandez Botteling en Bonaire, ze komen. Geweldig. Ja. Nou, en zo zoetjes aan, komen aan het einde. Maar we kunnen natuurlijk niet afsluiten voordat we u hebben verteld wat de prijsvraag is van deze week. En je weet dat voor de prijsvraag moet je sms'en naar het nummer 83x7288. Dat is gewoon elke week en dan kan je leuke prijsjes winnen. Kijk maar even mee. En je weet het, elke week heb je weer de gelegenheid om mee te doen met onze WhatsApp prijsvraag. Ja, je kan fantastische prijzen winnen, ook deze week. Het enige wat je moet doen, is dus het juiste antwoord op de volgende vraag sms'en naar het nummer 83x7288. Luister goed naar de vraag. De prijsvraag van deze week die luidt als volgt. Hoeveel nagels heeft een papegaai aan één poot? Hoeveel nagels heeft een papegaai aan één poot? Is dat A, 4 nagels? Is dat B, 3 nagels? Of is dat C, 2 nagels? Ken je het juiste antwoord op deze vraag? Dan sms je de letter van het juiste antwoord, dus letter A, letter B of letter C, naar het nummer 83x7288. Als je het juiste antwoord hebt ge-sms'd en als jouw nummer wordt uitgekozen als het winnend nummer van deze week, dan kom je in aanmerking voor een heel leuk prijzenpakket. Daarin zit er dus een treewater van Basic One. Je krijgt ook een pakket gesponsord door DTS. Je krijgt een waardebon van Il Sabor Delori. En ook deze week krijg je een waardebon van 597 Hotbox. Are you ready? Ready for the number one super in Suriname? Sassy so, Salakar so, Ninja Supreme. Mama Noodle Sassy.
city so. Mama noodle, sale corsono. Mama noodle, so portrait to the sodorcha. Mama noodle, you and I can yame. Mama noodle, sa city so. Mama noodle, oma se filote. Mama noodle, canta se filote. Mama noodle, anda sa malote. Mama noodle, hey yeah. I know you roof, you go and go back. Ya basi ye, isi kwa. Ya basi ba, isi mi. Adi shefi, adi smanke. Se ye dringi, isi kwa. A krakta, en a prakta. Adi si mudringi. So sali, iedereen. Young and old, Drumman. Old and young. Dus a pilar, isi mdui. Ayo yo. Isi kwa, isi kwa. Isi kwa. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. En dat was dus de prijsvraag van deze week. We zijn gekomen aan het einde van deze aflevering, deze live aflevering van WhatsApp. Het is dus de eerste live van het jaar. Het is de laatste WhatsApp aflevering van januari. Ja, de tijd gaat snel. Inmiddels gaan wij de tweede maand van het jaar 2021 in. Hoe? Dus ik hoop dat we echt het beste ervan maken, zodat wij nog een... In ieder geval succesvol, leuk jaar tegemoet kunnen zien. Dat wil zeggen dat u aan de regels moet houden. We hebben straks lockdown, nog voor eerste lockdown, we hebben weekend lockdown. Ga niet zomaar over straat als je niet over straat hebt te zoeken. Zorg ervoor dat je je aan de regels houdt. Zorg ervoor dat je op afstand bent. Als je met mensen bent, dat je je mondkap op hebt. Dat je regelmatig je handen was. En ik blijf het steeds zeggen. Zorg ervoor dat je gezond blijft. Dat je goed eet. Dat je je weerstand opkrijgt. Want zo zorg je ervoor dat je natuurlijk minder snel ziek wordt. Laten we elkaar beschermen. Laten we ervoor zorgen dat ook wij een bijdrage leveren. Om dit hele gedoe snel voorbij te laten zijn. We bedanken nogmaals de bakfietsman die vandaag in de studio was bij ons. Ja. En ik kan je vertellen, de bakfietsman die vertelde ons zo net een beetje over al zijn producten. Vanaf 15 SRD kan je al een broodje krijgen bij hem, hè? Wist je dat? Vanaf 15 SRD kan je al een iPhone 6 of een iPhone 7 krijgen. En ja, je kan misschien ook nog iets extra erbij krijgen als je nou een iPhone 7 Plus wil of een iPhone 8 met 3G. Je weet toch? Of als je gecharged wil worden. Nou, dankjewel bakfietsman. Voor de mensen die prijsjes hebben gewonnen, je weet dat je morgen, of tenminste ik geef nu door, dat jij morgen je prijs mag ophalen bij ATV aan de Van het Hoogruisstraat. En dat vanaf 11 uur tot 3 uur 's middags. Je wordt morgenochtend gecontact, maar mocht het zijn dat je in de buurt bent, kan je ook alvast even langskomen om jouw prijsje af te halen. Mocht het zijn dat je iets wil vertellen aan ons, iets aan ons wil doorgeven, misschien in onze uitzending wil komen, dan mag je contact met ons maken en dat op het nummer 40-24-25. Anders mag je ons ook een e-mail sturen op het e-mailadres whatsapp@atv.sr. Vergeet niet, vergeet niet om onze Facebookpagina te liken. Dat is dus de Facebookpagina van WhatsApp. En dan ben je op de hoogte van alles dat we doen of zullen doen of hebben gedaan. Alles van WhatsApp. Als je deze aflevering hebt gemist of zo, kan je kijken naar de herhaling. En dat is op de vrijdag om 3 uur 's middags. Het was me wederom een waar genoegen om dit programma nu te presenteren. Volgende week zijn we er weer. Same time, same place. Dat is dus donderdagavond om 8 uur op ATV kanaal 12.1. Mijn naam is Cheryl Vaneer. Ik groet en ik zeg tot de volgende keer. Dag!